Het ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met de PAHO, WHO, Suriname een training verzorgd over het tabaksbeleid. Het thema van de training is tabaksindustrie en effectief beleid, herkende tactieken en voorkom beïnvloeding. Rakesh Gayadarsukul, directeur van het ministerie, legde uit dat bij de meest voorkomende ziekten ter wereld, de hart- en vaatziekten, roken daarbij een bijzonder grote risicofactor is. Het is alom bekend dat roken een negatieve impact heeft op de gezondheid, onderstreept Gayadarsukul. Dat is zeker, de bewijzen zijn daar. En in feite, als je elk SRD, elk US dollar dat je investeert in het voorkomen van roken, krijg je meer dan 7 SRD voor terug in verloop van tijd. Omdat je minder gaat besteden in de gezondheidssector. Maar tegelijkertijd ook een van, kijk, een mooie, heel mooie illustratie, dat men geld besteedt om te roken. Dat is alvast eerste winst. Maar grootste winst zit in uw eigen gezondheid. Dat u dat niet negatief beïnvloedt. En tweede winst zit in voor de samenleving dat er minder mensen opgenomen zullen worden ten gevolge van ziekten die het gevolg zijn van cardiovasculaire ziekten, zoals we noemen, hart- en vaatziekten. Roken heeft niet alleen hart- en vaatziekten tot gevolg, maar er kunnen hierdoor nog meer ziekten bij de mens ontstaan, onderstreept Gayadarsukul. Maar ook chronische bronchitis, longemfyseem, een verminderde elasticiteit van de longen, waar de longblaasjes die kunnen beschadigd raken. En een heleboel soorten kanker, waaronder longkanker de grootste boosdoener is, maar een heleboel soorten. Lipkanker, slokdarmkanker, blaaskanker, te veel om op te noemen. We kunnen makkelijk eigenlijk ooit, ik had het aan mevrouw Farisha gezegd, ja, u bent focal point, u bent vandaag in de spotlight. Ik had u eens een keertje gezegd dat we een mooie tekening kunnen plaatsen, één tekening die zoveel gaat zeggen van waar zijn de negatieve gevolgen van roken. Toch? Ik had ooit een plaatje, ik had tijdens een les ooit een plaatje gezet ter illustratie dat iemand rookt en waar allemaal de problemen in de mens zich kan voordoen. De directeur is ervan overtuigd dat deze training zal helpen zorgen om roken te blijven demotiveren. Het moet ook duidelijk zijn dat het in strijd is met de wet.